Visvoer en visziekte, deel 7. Vandaag spreken we over cryptocariën, of grove zeestip bij de zeevissen, en specifiek met aandacht voor het rifaquarium. Een zieke vis? Wel, dan moet u zeker denken aan een goed onderzoek te doen. U moet oorzaken van de visziekte proberen te bepalen. Bijvoorbeeld, temperatuurschommelingen van enkele graden kunnen hier een rol spelen bij de grove zeestip. Of door koude tocht, door een raam open te laten of een deur, omdat je wat koel te wil in het huis, extra ventilatie of airconditioning, een slechte thermostaat die niet meer goed werkt, slechte quarantaine van de nieuwe vissen, stress, allemaal oorzaken die een zieke vis kunnen geven of witte stip kunnen geven op je zeevissen. Zeker ook probeer als het kan een correcte diagnose te stellen waarbij de microscoop zeer belangrijk is om fouten te vermijden. We zullen het ook hebben over medicijnen in combinatie met een functioneel visvoer, waardoor u visziekte kunt oplossen. Maar stel je vragen en zoek naar de oorzaken van de eventuele problemen. Waar komen die vandaan? Problemen met het water, problemen met het aquarium, de geschiedenis van de vissen, ziektekimmen. Waar komen ze vandaan? Hoe zijn ze binnengekomen? Wat kunnen we doen? stel uzelf vragen en zoek de oorzaken. Een quarantaine is echt een noodzaak om veel problemen te voorkomen in het zeewater aquarium, zeker als u lagere dieren heeft, koralen heeft in het rif aquarium. De nieuwe vissen zou u dan zeker 20 à 28 dagen in hetzelfde zeewater kunnen houden als het toekomstige aquarium, een klein aquarium met een gewoon een praktische filter en verwarmer. Misschien een beetje decoratie erin antistress. U kan dan ook tegelijkertijd tijdens die periode de weerstand van de vissen aansterken. met voeding, met prebiotica en probiotica, zoals Dr. Basleer BFS Food Professional Care, waardoor uw vissen gezond en sterk kunnen toegevoegd worden aan het bestaande aquarium. In geval van problemen kan u desnoods antibacteriële of antiparasitaire behandelingen inzetten, vooral ter preventie van grove zeestip of peperstip. Maar normaal koopt u vissen in een aquariumzaak die reeds goed geconditioneerd zijn en goed eten en verzorgd zijn. Zoetwaterbaren die kunnen ook helpen. Zoetwaterbaren in water met dezelfde zuurtegraad of pH en dezelfde temperatuur gedurende enkele minuten. Langer hoeft niet en doet het een paar keer waardoor u het parasiet kunt elimineren dit resulteert allemaal in gezondere vissen en veel minder risico op ziekte. En een goede aankoop van een goed geconditioneerde vis voorkomt veel problemen. Dus zorg zeker dat u bij een goede bron uw vissen kan krijgen. Dus deze meest voorkomende ziekte bij de zeevissen op deze foto's weergegeven, dus de grove zeestip of Cryptocaryum. Duidelijk te zien op deze beelden, minder duidelijk te zien hier bij deze zanklus Waardoor zeker op de witte of gele uh, kleurenbanden van de vis de parasieten nauwelijks of niet te zien zijn. Maar we zien ze wel op de zwarte kleuring. Dus de kleur van de vis, van zijn kleurenpatroon, speelt een rol in de detectie van de, de grove zeestip. Probeer zeker de zeestip in het begin van de ziekte te herkennen. Hier op deze blauwe doktersvis ziet u de witte stipjes zitten. Het zijn er nog niet zoveel. Maar u moet er aan rekening mee houden dat u dan snel moet optreden om een effectieve behandeling te kunnen inzetten. Dus probeer de symptomen te zien, zeker bij het begin van de infectie. Hoe sneller, hoe beter. Maar let op: is niet altijd witte stip of grove zeestip. Dit is hier een lymphocystische infectie, een virale infectie op bevinnen, zoals hier op deze scatophagus of deze doktersvis. Op deze hioch hier van onder, links onderaan, zijn fijne peperstipjes. Dat is een heel andere behandeling voor peperstip. Of hier die kleine witte stipjes in deze vin van deze keizervis. Dit zijn ingekapselde wormpjes. Een microscoop helpt. Hier hebben we nog een voorbeeld van een, van een vlindervis met grove zeestipjes. Het is de begin van de infectie. De vis ademt nog goed zwemt nog goed, kan nog eten en dat helpt goed in de verzorging van de vis wat is een grote grove zeestep hier een microscopische opname in de kieuwen en zien we dat de, de parasieten eigenlijk permanent bewegen, het zijn beestjes die permanent van het weefsel van de vis leven onder de mucus, onder de slijmlaag en daardoor dus problemen en, en schade kunnen veroorzaken dus de parasiet kan daardoor zoveel schade veroorzaken dat uiteindelijk de zeevissen sterven. En zeker hier in de kiewen, zoals we hier rechts zien, zijn zoveel parasieten waardoor de gasuitwisseling onmogelijk is en dan nog secundaire bacteriële infecties kunnen optreden op de wonden die veroorzaakt zijn door de parasieten. Als we deze ziekte willen aanpakken, moeten we, nou, moeten we echt kennis hebben van de 7- à 10-daagse cyclus van deze parasiet, waarbij de parasiet als volwassene op de vis zit, en na een aantal dagen wordt hij volwassen en zal die van de vis naar beneden vallen, meestal op de bodem of op een substraat. En in een enkele uren gebeurt dat. En Na 6, 5, 6, 7 dagen gaat hij zich vermenigvuldigen tot ongeveer 200 babytjes. Die dan tijdens de nacht, vooral tijdens de nacht, zich uh, vermenigvuldigen en terug de vissen in het aquarium infecteren. Gemiddeld duurt zo'n cyclus. 7 à 10 dagen. Belangrijk is deze fase hier, waar we weer kunnen optreden met medicijnen en ook met het bepaalde functionele visvoeders. Ik zal u daar meer over uitleggen. Daarmee hebben wij een nieuwe methode ontwikkeld, de Dr. Bas Anti-Ik-methode, waarbij we een witte stip medicijn gebruiken of medicijnen zoals Faunamor of Protomor. Protomorf de lagere dieren, ik zal dat zal ik ook nog verder uitleggen. Dit om de jonge parasieten te doden. De jonge parasieten die terug de vis zullen infecteren. Maar daarbij hebben wij bij onze methode een nieuw visvoer, de Dr. de Biervisvoet matrine. en Die zorgt ervoor dat de slijmhuid parasietwerend -parasiet wordt, waardoor de witte stippen niet hechten, of infecteert of de parasiet verdreven wordt. Allemaal hulpmiddelen die u helpen. En deze Dr. Basleer Bfist Food matrine om met de stip te meren is een nieuwe type van functioneel visvoer. Het is een granulaatvoer dat vers gekookt is met een plantenextract van de Sophora plant. En dat bevat matrine, wordt in het Chinees kushen genoemd. Het wijzigt daardoor de mucus, waardoor de parasieten niet willen nestelen of afgeweerd worden. Zoals een antimugloosje. Het is dus ook heel praktisch als middel voor preventie wordt vaak gebruikt bij exporteurs en importeurs. Wetenschappelijke studies hebben reeds aangetoond dat sofora, plantenextract matrine, een antiparasitaire effect hebben tegen cryptocaryon-parasieten. Deze studies van de matrine in het visvoer tegen cryptocaryon duiden aan dat er bij gebruik van deze matrine in het voer na een aantal dagen veel minder parasieten aanwezig zijn op de vis, bijna de helft minder aanwezig en dat er ook na een paar weken tot drie vier weken praktisch geen sterfte is bij vissen geïnfecteerd met cryptocarion, maar bij het niet toevoegen van matrine de vissen wel gestorven zijn. Dus we hebben een wetenschappelijke basis voor het gebruik van Dr. Basler beervisvoed matrine. Een supplementaire wetenschappelijke studie van de SOFORA, dat het ook de immuniteit van de vis verhoogt tegen bacteriële infecties. Dus de Dr. Bas Leer anti-ich-methode is een methode waarbij de vis een visvoer krijgt, waardoor hij zich weren kan tegen de parasiet, en tegelijkertijd ook een medicijn. En met kennis van de cyclus kunnen we ook nog andere stappen ondernemen, die ik in detail zal uitleggen. Het gaat over temperatuur, filtering en afheveling en licht enzovoort. Maar combinatie visvoer en medicijn is een ideaal middel. Voor de behandeling van cryptocarien moeten we nadenken dat we steeds denken zo snel mogelijk te behandelen. In dit geval spreek ik over het beginstadium. En gebruik dan ons speciaal voer, het biervisvoer matrine, die de slijmhuid wijzigt, waardoor de huid parasietweren, 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 parasietwerend wordt. En voer gedurende minimaal 12 à 20 dagen. En geef geen ander voer, waardoor de vis genoeg matrine in de huid kan opnemen. U kan ook combinatie doen met zoutwaterbaden tegelijkertijd. Zoetwaterbaden bedoel ik. Of een lager zoutgehalte in het aquarium als het kan. U kan ook antistipmedicijnen gebruiken, zoals faunamor of andere. Heel belangrijk dat u nauwkeurig de gebruiksaanwijzingen leest. Want vaak moet u twee tot drie maal behandelen of herbehandelen. Voor rifaquaria, verder zal ik daar meer uitleg over geven, want dan kunnen we het anders aanpakken. Altijd belangrijk om te denken dat u eerst naar de oorzaak zoekt. Waar komt die cryptocarrium vandaan? En wat kan u nog doen in onze dr. Basleer anti-ik methode? Ja, de temperatuur verhogen, waardoor de cyclus van de kriptokarinen versneld is. Waar zorgt wel voor voldoende zuurstof dan? Het licht 24 uur op 24 aanladen, waardoor de kriptokarren niet deelt in de baby kriptokarins. Dus dan kan u ondertussen ook twee maal per dag bijvoorbeeld de bodem afvegen, waardoor u ook de parasieten manueel kan verwijderen. U kan ook een filtering toepassen met fijn materiaal, zoals een diatoomfilter kleiner dan 300 mu. Eventueel een UV-filter. Dat elimineert ook de parasieten die door de filter gaan. Probeer de intake van de filter best 5 cm boven de bodem te halen, waardoor het cryptokarium weggezogen wordt. In een gevorderd stadium, ja, kunnen er schades optreden bij de kieven en secundaire bacteriële infecties. Waardoor we ook antibacteriële medicijnen zoals filomor of ectomor moeten ingezet worden. Maar liefst willen we zover niet komen met onze vissen. Ja, dit gaat vooral over aan aanpassingen van temperatuur, filter, afhevelen om deze cyclus van deze parasiet aan te pakken. En medicijnen kunnen we maar best gebruiken om deze jonge babytjes, die zich vermenigvuldigen. Hier, rechts zien we dat, of hier en vooraleer ze de vis infecteren, dat ze kunnen gedood worden door een medicijn. Voor het RIF-aquarium, de meeste onder u hebben tegenwoordig lagere dieren in het aquarium, slagen we voor in onze anti-ik-methode van Dr. Basleer, het matrinevoer zo snel als mogelijk te gebruiken, waardoor de cryptocarm zich niet zal hechten en afgeweerd worden. Het bevat ook probiotica, het pediococcus, die een betere darmflora geeft, dat is ook een extra afweer. En alleen voeren gedurende 20 dagen. Geen ander voer. En zo snel mogelijk. En dit is soms afdoende. In de beginstadium, dat u niks anders moet doen. En de vissen vanzelf zullen genezen. U kan ook extra taken uitvoeren. Dat is 24 op 4 uur het licht aan laten. Waardoor ik al vertelde. Dat de zich niet zal delen in babytjes. Maar het kan stress geven voor uw koralen. De bodem afhevelen. Heel belangrijk. Waardoor u manueel parasieten kunt verwijderen. U kan dat twee maal per dag doen. De temperatuur verhogen, ook weer al zoals verteld om de cyclus te versnellen, maar let op voor de koralen en let op voor de voldoende zuurstof. Filtering met fijn materiaal om de parasieten te verwijderen, ook uv-filter. De intake van de filter best 5 cm boven de bodem, zuigt cryptocarrion weg. En desnoods een medicijn zoals Protomor van Aquarium Münster, dat veilig is voor lagere dieren en die de parasieten eventueel kunnen doden. Meer informatie en details kan u terugvinden in mijn nieuwste boek de Ziekte bij tropische zeevissen bij Basleer te verkrijgen. Want wij zijn verantwoordelijk. U bent verantwoordelijk voor de goede zorg van uw vissen. En meer informatie kan u vinden op onze website of op de komende video's die u nog zal krijgen over visziekte en verzorging. Ik dank u.